Het belangrijkste aan het werk is dat het een werk is waarin men, dat onzijdig is. Men kan niet zien of het een man of een vrouw is. Het is een verpakt beeld, om het zo te zeggen. Men ziet ook dat er geen gaten zijn in het masker. Het is een volledig afgesloten figuur. En dat maakt dat het een soort van monolithisch element wordt, waardoor natuurlijk een soort van positionering gevraagd wordt van iedereen die er naar kijkt. Twijfel en verbeelding zijn de beoogde effecten van München. Luc Tuymans haalde de inspiratie bij een beeld uit 1933 over carnaval. In 2003 brandde een hele flank van het Atheneum af. De feestzaal had aan alle muren fresco's. Daar bleef slechts één schilderij van over dat net weg was voor restauratie. Directrice Karen Heremans wou tegenover dat ene overgebleven schilderij een nieuw werk, liefst van Luc Tuymans. Dit is de man om dat te doen, omdat identiteit, religie, die gelaagdheid in zijn werk, dat speelt allemaal een rol. We begeleiden jongeren in het ontwikkelen van een eigen identiteit, in het maken van eigen persoonlijke keuzes. En identiteit kent voor ons meerdere lagen. Wat zie je eigenlijk? Wat is een vrouw dat het blind is. Ja, voor de rest weet ik niet. Hè. Ja, dat is wel mooi. De zaal blijft grotendeels zoals ze uit de brand kwam, met zwart geblakerde elementen. Wij hebben er eigenlijk voor gekozen de zaal in dezelfde staat te laten, omdat als een Rubens afbrandt, dan ga je die ook niet herschilderen. Ik vind het een goede beslissing eigenlijk, om eigenlijk te laten zien dat er ook een spoor wordt nagelaten, weliswaar een spoor van vernieling. Maar die vernieling is tegelijkertijd ook iets waar een soort van as waaruit de Fenix kan opnieuw opstijgen.